Vandaag ben ik op bezoek bij Broekhuis Campers in Barneveld. En daar verkopen ze Hymer Campers en Bürstner Campers. Maar tegenwoordig is Broekhuis ook eigenaar van Leaf Campers. En Leaf Campers, dat is eigenlijk een inbouwer, een bedrijf wat busjes inbouwt of ombouwt tot campers. En die hebben hier een presentatie van hun producten. En ze hebben mij gevraagd om even langs te komen, om die producten te komen bekijken en om even een gesprekje te hebben met degene die de initiatiefnemer is achter Leaf Campers. En dat is Tom. En Tom zie ik hier binnen. Daar heb je wel. Hey Tom. Hoi. Hi. Jos. Leuk je te ontmoeten. Dat is de eerste keer dat we elkaar zien. Ja, zeker. Maar je hebt hier vandaag een presentatie van Leaf Campers. We hebben de introductie van de Leaf Campervans vandaag hier in Barneveld, bij Broekhuis Campers. En want er is wat gebeurd met Leaf. Jullie werken samen met Broekhuis. Ja, we zijn nu grote mensen geworden. Ja. We vallen nu als bedrijf onder Broekhuis. En daarmee hebben we een grote, sterke... Wat meer body en een grote partner achter je. Ja, en dan kun je meer investeren in het product. En dan kunnen wij vooral blijven doen waar we goed in zijn. En dat is campersbouw. En daar heb je er al wat van gedaan in het verleden. We hebben er inmiddels al heel wat van gebouwd. Want, jullie Leaf bestaat sinds? We bestaan sinds 2017. Eerst nog in Baren, als campercentrum Baren... hebben we eigenlijk van alles gebouwd wat de klanten wilden. En op een gegeven moment hebben we dat steeds meer naar een merk en een product gebracht. En toen ben je zelf campers gaan bouwen? Ja. En gaan inbouwen vooral? Ja, inbouwen vooral. En dat deed je helemaal op zoals de klant het wilde? Dat deden we, precies. Niets was te gek. Zeker, als het technisch mogelijk was, deden we het. Dus iedere keer kwam er weer een tekening op tafel en die kon 75 keer worden aangepast? Ja, en dan, ja, zeker. En dan kon de klant zelfs onderweg nog zeggen van, toch maar dat andere lampje of toch maar andere koelkast. Dat was het dan uiteindelijk een model? Ja, zeker. Maar dat was een beetje bewerkelijk? Dat was een beetje bewerkelijk. Hebben we wel overigens heel veel plezier aan beleefd, dus het was zeker niet... het was niet... vervelend om dat te doen. Nee. Sterker nog, voor de vaklieden was het misschien wel het leukst om te doen. Maar ja, was wel een beetje bewerkelijk. Maar uiteindelijk heb je ervoor gekozen nu om wat meer, eigenlijk een aantal specifieke modellen daaruit uit te distilleren. Dus alle kennis die je in die jaren hebt opgedaan en alle mogelijkheden en alle producten die je hebt gebouwd. Ja. Daar hebben we nu de leukste dingen van overgehouden. Zeker. En daarin, we zien nu hier 3 campers staan, maar we gaan het vandaag hebben over 2 campers. Ja. En dat is de Leaf 2 en de Leaf 4. Klopt helemaal. En het verschil zit hem in? Het aantal personen wat ermee kan reizen. Oké. Okay. Ja, en daar zit inderdaad, wij zien ook echt een tweedeling in die buscampermarkt. Er zijn stellen of mensen die met z'n tweeën op reis gaan. En die hebben andere behoeftes en wensen en vragen en gedachten als de mensen die met z'n 4 op pad willen. Zullen we even met z'n tweeën om die 2 heen lopen? Ja. Want daar zien we ook aan de buitenkant een verschil, want de Leaf 4 staat op een Mercedes Sprinter. Ja, kan en een Volkswagen Crafter. Ook Volkswagen Crafter, dus zeker. Dat is een keuze. Dat is een keuze, ja. Het interieur en de indeling is exact hetzelfde voor beide modellen, maar anders uitgevoerd doordat het voertuig anders is. Ja, en de Leaf 2, die staat op Ford Transit. Ja, daar hebben we bewust voor gekozen, omdat juist bij die tweepersoons camper er zijn andere wensen en eisen. Meer luxe, meer gevoel van ruimtelijkheid, omdat die 2 zitplaatsen er niet in hoeven extra. Dus daar hebben we gekozen voor een lengtebed. En daar hebben we inderdaad de Ford Transit ook gepakt, omdat die hoger is van zichzelf. En kan ik hier ook nog een langere Ford Transit voor kiezen? Nee. Dat kan niet. Het is dit model. Dit model, 6 meter buscamper. En we hadden het er net natuurlijk al eventjes over. Het is ook nu eigenlijk niet meer echt zo dat je met je eigen busje kan komen. Nee. Laat ik het zo zeggen, voor de logistieke keuzes is het sowieso veel handiger dat wij via de broekhuisbedrijven de Leaf Campers verkopen. Daar begint het al bij. En daarbij is het ook veel handiger dat daar dan de auto ook geleverd wordt, zodat die ook bij de dealer in onderhoud kan. En ook voor reparatie, onderhoud, garantie, men bij de broekhuis. Kun je wat specifieke dingen laten zien en wat keuzes toelichten? Ja. En doe gerust je verhaal, want je begint bij het begin, zeg maar. Ja, zal ik gewoon even voorin beginnen? Ja. We hebben eigenlijk hebben we gedacht van we hebben 3,50 meter grofweg tot onze beschikking aan vloerlengte. Ja. Wat zijn nou voor de tweepersoons camperaars de keuzes waar men ja, waar men graag mee op pad wil. Hè? Ja. Dus we hebben eigenlijk gezegd, wat is er nodig om binnen die 3,50 meter mee te nemen? Nou, wc-douchecabine is een wens waar heel veel mensen die met z'n tweeën op pad gaan gebruik van willen maken. Ja. Ja. Dus we hebben inderdaad gekozen voor een wc-douchecabine. Het is ook een echte wc-douchecabine, als in dat die helemaal in het polyester gezet is. Dat doen we bewust. Ziet er misschien iets minder luxe uit dan de mooie gestoffeerde douchecabines, maar je voelt hem al aankomen. Een douchecabine die heb je in de basis natuurlijk nodig om vooral heel veel water in te laten spetteren. En dat is wel lekker als het dan ook allemaal alleen maar via het douchepuntje naar buiten gaat. Ja. 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 Dus we hebben ook gekozen voor een beetje boterig aan. Ja, ja, dat kan me voorstellen. Ja. Het is, ik steek nog, ik denk dat het zelf zo ruikt. Portable toiletje, dat is ook een keuze waarvan we gezegd hebben van oké, als de klant kiest om echt lekker uitgebreid te kiezen, waarom zou dat toiletje dan in de weg moeten zitten? Ja. Dus we hebben daar wel voor gekozen om die vast te kunnen zetten in de douchecabine, maar ook uit te kunnen nemen als je hem niet wil gebruiken. En je hebt de vrijheid om voor een andere vorm van toilet te kiezen. Ook dat, ja, een droog toilet. Ja, zeker. Dus dat maakt het inderdaad. Die zijn natuurlijk ook heel vaak los. Dan zie ik hier heel veel kastruimte. Heel veel kastruimte, waarvan het onderste kastje exact de maat is van het toiletje wat er nu in staat. Oh, dus die kan daar worden opgeborgen? Ja, kan daar worden opgeborgen. Dat is misschien zelfs wel raadzaam, of niet, als je rijdt? Dat is, hij kan of vast in een kreddel staan in de cabine, of hij kan inderdaad in het kastje opgeborgen worden. Okay. Dat is een keuze. Ja. Hangkast daarnaast. Ook erg ruim, moet ik zeggen. Ja, en we hebben de kast iets terug laten springen, zodat de langere bestuurders gewoon in de achterste stand kunnen zitten. Ah, goed gedaan. Dat is iets, nou, daar zou je zelf ook last van hebben. Ja, zeker. Ik heb daar nog wel eens last van. Ja. Zelfs bij hele grote campers. Ruime keuken. Enorm diepe keuken. 3-pits kooktoestel. Ja, dat is wel iets waarvan we nog de mogelijkheid willen onderzoeken om die wat minder diep te maken. En hoe diep is die? Hij is nu 60 en dat komt vooral door de koelkast, want we wilden wel heel graag 80 liter. Dat is gewoon een maat die je thuis bijna hebt, want volgens mij hebben we thuis 70 of zo. Maar... Klopt. Nee, dat is nog wel een gedachte om de koelkast eventueel Denk gewoon even mee hoor jongens, maar je zou natuurlijk ook voor een kopse koelkast kunnen kiezen, want dit is niet zo diep. Ja. En dan, dan zit je hieronder en dan heb je, die zijn er ook zo diep. Ja, we hebben er inderdaad, alleen die zijn wat door de hoogte zeg maar, die, als je bijvoorbeeld van Dometic of de Tedford smal hoge koelkast kiest, dan moet het keukentje omhoog en dan kom je eigenlijk weer in de knoei met het schuifbare bed die nu net nog iets over schuift. Dat weten wij nu nog niet, dat bed is schuifbaar, dat gaan we zo zien. Ja. Want met z'n tweeën kun je dus daar zitten. Het is echt een totaal andere indeling dan dat we gewend zijn van de grote merken. Gelukkig maar. Ja, gelukkig maar. Dus dat onderscheidt zich echt. Ja. En ik zie allemaal gewoon echt hout. Tenminste, dit is bamboe, maar echte materialen niet met piepschuim gevuld. Maar nee, gewoon zeker echt, niet. Dit is echt materiaal. Het is massief. Het voelt massief aan en het ziet ook in alle hoekjes ziet het er heel mooi afgewerkt uit. Ja. En het heeft ook nog eens voordeel dat het één, een heel duurzaam karakter heeft. 2, een enorm stevig materiaal is. Ja. 3, doordat alles met de dikte met elkaar verschroefd verlijmd is, geeft het ook een enorm duurzaam en stevig karakter. Ja. Dus wij we doen dat heel graag met dit materiaal. En natuurlijk kunnen we niet overal met bamboe wegkomen vanwege het gewicht. Het is wat zwaarder. Daarvoor hebben we eigenlijk ondersteunend zeg maar, een decorplaat gekozen in 4 verschillende kleuren. Ja. Die het ook weer een andere sfeer geven. Maar ook weer gewoon volledig... volledig 16 mm meubelpanelen. Ik zie hier je boordpaneel, een Victron omvormer erin. Altijd een omvormer en altijd zonnepanelen. Ja. Dus dit is dan minimaal volgens mij 900 denk ik. 1200 watt. Ja. 1200 watt, kun je koffie zetten. Ja, zeker. Dat kan dan en er zitten dan loodaccu's in of lithiumaccu's? AGM accu's en die kun je eventueel voor lithium vervangen als je dat zo wil. En standaard zit er 90 in of 2 keer 90. Dus standaard 180, dat is 90 overhouden bij AGM. Ja. Maar dan heb je wel lekkere ruimte, daar kun je niet echt mee uit. En dan hebben we hier dus dat zitje. Zeker. Met z'n tweeën riant zitten. Okay, en een bed wat helemaal achterin is opgeschoven. Want hoe lang is deze bus van buiten? Deze bus is van buiten 6 meter, 5,99 meter. Dat is een lekkere korte bus. Ja. En toch heb je hier een lengtebed van 2 meter in. 2 meter, ja. En dat was ook een beetje de gedachte van, oké, dat lengtebed is wel echt een wens van heel veel mensen die met z'n tweeën op pad gaan. Ja. Maar hoe kunnen we er nou voor zorgen dat dat bed niet de hele dag in de weg zit? Want ja, overdag, ik weet niet hoe het bij de meeste mensen zal... overdag vooral in teken staan van lekker buiten camperen. Ja. En als het slecht weer is binnen. Maar toch zeker niet altijd slapen. Dus ja, we wilden eigenlijk iets ontwikkelen waar je s'nachts ruim bed hebt en overdag er geen last van hebt. Ja, en dat, klein dingetje is dan dat je het wel moet opmaken. Moet het wel opmaken. Hoe erg is dat? Ja. Ik vind dat zelf niet zo erg, maar nu heb je wel je ruimte optimaal benut. Zeker, ja. En is dat veel werk om dat uit te schrijven? Nee, this is what it is. Je zou nog zelfs kunnen kiezen om de molton te laten zitten en om dan de matrassen om te draaien, zodat je dan het aan elkaar blijft zitten en als je hem uitschuift kan laten staan. En er liggen echte matrassen in. Echte matrassen, 14 centimeter koud schuimmatrassen. Natuurlijk ietsje zwaarder, maar het comfort wat je ervoor terugkrijgt is natuurlijk een hand. Dat ga je zo merken als je lekker slaapt. Zeker. En dat is toch het allerbelangrijkste als je onderweg bent. En uiteindelijk ben je met z'n tweeën onderweg, dus dan is er ook minder bagage, minder gewicht qua personen mee. Mij valt op dat je hele mooie greeploze bovenkasten hebt. Ja. En dat is ook allemaal weer bamboe en decormateriaal, maar wel... grepen erin gevreesd. Ja. Ja. Zorgvuldig. Ja. En dan isolatie? Ja, Armaflex isolatie. Onder de vloer, boven het plafond en alle wanden achter de wandbekleding, zeg maar. Oké. Dus ja, dat is eigenlijk het maximale wat je bij een buscamper kunt doen. Want er blijven altijd natuurlijk wel wat koude brug over. Wat ruimtes over. Ja. Doe je de voorkant ook? De voorkant doen we niet. Nee, daar blijven we van weg, omdat wij ook zien dat ook met de achterdeur en de schuifdeur natuurlijk sowieso altijd wat staal overblijft. Waar je gewoon nou helemaal niks aan kunt doen. Dus is hier aan de achterkant nog wat te zien? Aan de achterkant zit een garage. Grote la. Zeker. Nou, je hebt hier wat stoere rekken opgebouwd. Dat zijn natuurlijk allemaal opties, maar het is een beetje wat dus ook, op een Ford. Dat zullen we straks ook bij het andere model zien. Het is ook een beetje de uitstraling van Leaf, waar we ook heel graag... uit willen stralen. Ja, en dan zit er ook nog wat op het dak, of niet? Bij deze niet. Ik heb er eentje in de werkplaats staan, die heeft wel een roofrek van Frontrunner erop. Ja. En, je werkt met altijd uit, dit is allemaal Frontrunner spul? Nee, dit is weer van een Spaanse, van de Coru Solutiones. Maar er zijn er wel veel die daarmee bezig zijn. Zeker, ja, er zijn heel veel partijen van gekomen. We werken graag bij de Leaf 4 die we zo zullen bekijken. Graag met Dutch Van Parks als partij, want die hebben echt custom oplossingen voor de Sprinter en de Crafter. Heb ik wel eens bij een collega van je gehoord. Ja. Die werken daar ook mee. Ja, zeker. Een grote lade. Achterin is een optie, want sommige klanten willen graag een vouwfiets meenemen en die willen liever die hoogte benutten. Ja, dan is die open. Dan dus heb je is een keuze, dit hele gat kan open of je kan een grote lade erin hebben. En dan heb je hier nog de elektra ruimte. Oh, kijk eens al die blauwe doosjes, jongens. Ja. Ik hou ervan. Dat weet je, hè? Ja. Allemaal Victron spul. Lekker zeg. Ziet er ook netjes ingebouwd uit. En zitten er in dit geval zonnepanelen op het dak? Ja, er zitten zonnepanelen op het dak, altijd 2. Die zitten er altijd twee. Standaard op. Je kunt geen Leaf Camper kopen zonder zonnepanelen. En aan die kant hebben we de gasruimte. Ja. Dat zijn kleine gastankjes. Hij kan een hele hoog in, dus een 6,8 kilo. 6,8 past erin. Ja. En je hebt natuurlijk ook niet dat de kachel op gas hoeft. Nee. Dat is eigenlijk alleen maar voor de kookplaat. Want de koelkast dus je hebt dan een klein tankje al voor 3 weken. Meer dan voldoende, ja. Dus hier zit nog ook weer wat flexibiliteit in. Ja, hier zit nog wat flexibiliteit in. En inderdaad wat mogelijkheden voor de koelkast eventueel om te verhuizen naar de hoge kast. Hier is geen hefdak mogelijk, want dit is een 2. Dat heeft geen zin, want dan kunnen die mensen die erin slapen niet mee. Nee. Maar we hebben daar een 4 en die zien we hier zonder hefdak staan, maar die staat buiten met hefdak. Ja. En die 4 die kan dus, zei je net, op Mercedes worden gebouwd of op Volkswagen. Ja. Volkswagen Crafter, de laatste modellen. En die kan dus wel met hefdak worden uitgevoerd. En dat heet een 4, omdat er 4 zitplaatsen in zitten. Klopt helemaal. En hier staat ook nog een 4x4x4. Dus dat is dubbel dik. En zo wil iedereen hem hebben, denk ik. Ja, de meeste klanten kiezen wel voor de uitstraling van de Sprinter of Crafter op de manier waarop we dat doen. Dus eigenlijk altijd wel de off-road BF Goodrich banden eronder, verhoogd. Ja, dat is iets wat eigenlijk wel heel veel mensen aanspreekt. En ook het gevoel geeft om, zeg maar, ja, off-road te gaan of van de gebaande paden af te gaan. Nou, de eerste indruk die ik, want deze is dan 6 meter nog wat? 5,93, ja, onder 6 meter. Deze is ook 6 meter? 6 meter, ja. Dus feitelijk hebben we dezelfde lengte staan als daar. Er staat hier als Sprinter. Ja. Alleen hier slapen we niet in de lengte, maar hier slapen we in de breedte. Ja, dat levert een bed op van 1,95 meter bij 1,60 meter uitgeschoven. 1,60 meter is wel lekker groot, maar 1,95 meter is voor sommige mensen net niet groot genoeg. Maar dat is een keuze en er zijn zat mensen die daar wel in kunnen slapen. Ja. Want je wil niet weten hoeveel mensen er in de breedte in de Fiat Ducato slapen. Nou, die staat wel ietsje langer, maar ja, dat mag het verschil niet zijn. Nee. Maar wat ik hier heel erg voel is ruimte. Nou, dat is ook zo, want we hebben heel veel dingetjes uit ons, ook daar zijn we aan de tekentafel gegaan. We hebben 3,30 meter in dit geval tot onze beschikking. We willen een ruime zit op de tweede rij, dat de mensen niet alleen zitten en dan rechtop de leuning hebben. Ja, dat zie je vooral ook hier tussen, jongens. Zeker. Het feit dat je hier nog alle twee met je knieën tussen kan, en die stoel kan nog iets naar achteren. Ja. Dat is wel ruim. En ook het schuinte van de rug, hè? Het is vaak in... Ja, je kan hier comfortabel zitten. Ja, je kunt gewoon echt ruim kaarsrecht, hè? Klopt. Het is geen fixed frame wat je bij de meeste grote camperbouwers ziet. Er staat gewoon echt een vliegtuigstoel eigenlijk, zou ik zeggen. En het voordeel daarvan is, en dat wisten we eigenlijk zelf ook nog niet toen we dat bedachten, dat heel veel klanten die halen deze eruit als ze met z'n tweeën of met z'n drieën op pad gaan. Dan kunnen ze toch tegenover elkaar zitten. Deze blijft in de garage en dan zijn twee stoelen. Heb je nog meer loopruimte over. Dus dat was wel een mooie bijkomstigheid. Wij noemen het een mooie bijvangst. Ja. Dat deze dus best wel vaak thuis blijft als niet alle gezinsleden meegaan of vrienden. Ja, dus let even op. Tom die zegt dus, je krijgt, tenminste als je hem koopt, dan heb je hier twee stoelen zitten. Dat lijkt een bankje, maar dat zijn twee stoelen. En je kan er dus voor kiezen om een van die twee stoelen, of zelfs allebei, om ze gewoon thuis te laten. Ja. En dan heb je hier nog veel meer ruimte. Nou, de ruimte is hier echt bizar. En in eerste instantie dacht ik, waar komt dat vandaan? Maar als jij het al hebt gezien, dan mag je het hieronder even reageren. Komen we er zo op terug. Want we hebben hier maar 6 meter, maar we kunnen hier bijna tennissen, toch? Ja, zeker. Het is echt een hele grote keuken. Dit is wel wat minder diep dan die andere. En terecht ook, denk ik. Want zo is die dieper dan bij de meeste... campers, fabriekscampers zoals ze dat dan noemen. Een snijplankje, klein spoelbakje. Echt heel veel kastruimte. Hier was de gaskast volgens mij. Ja, hier is de gaskast in. Koelkast naar keuze of koelkast altijd 80 liter, maar er zijn inderdaad verschillende uitvoeringen in. Maar wel altijd 80 liter compressorkoelkast. Ja. En hier zien we al dat werkblad, dat is natuurlijk ook wel omdat het bed kan schuiven. Ja, zeker. Dus het dient twee doelen inderdaad. Overdag heb je inderdaad de ruimte van een gigantische keuken en heel veel kastruimte. En s'avonds ook nog een riant bed. Want dat is natuurlijk wel, is dat kastje daar bij jou, is dat voor het toilet? Hier zit het portable toiletje in. Ja. Dus dat is voor degenen die het al gezien hadden, daar zit hier dus geen wasruimte in. Er is geen toiletruimte in deze camper. En dat kun je als nadeel ervaren, maar dat heeft als enorm voordeel dat je heel veel ruimte hebt. En als je op reis bent met z'n tweeën en je gaat vrij staan, dan maakt dat helemaal niet uit dat je met een klein toiletje moet doen. En douchen, ik denk dat er aan de achterkant wel een douche is. Zeker, er zit een buitendouche in. Dus je kan met een buitendouche, als het lekker weer is, buiten douchen. En als je naar een camping gaat, dan heb je toilet en douche op de camping. Dus dat zullen we moeilijk doen. Ja. Eigenlijk is het een bijna overbodige luxe. Al zou ik zelf niet zonder willen, maar dat is mijn ervaring daarmee. Hey, en heel veel bovenkasten. Heel veel kastjes. Heel veel kastjes. Ja. Dit is toevallig geen kastje. Ja. Oh, toch wel? Ja. Alles kastjes. Ja. Het is allemaal kastruimte. Ja. En aan die kant ook nog. En hier heb je dan niet die hoge kast, maar hier heb je wel weer meer lades, zie ik daaronder. Ja. Dus je hebt echt mega veel ruimte. En ik zag dat hier achterin de indeling weer net iets anders is. Klopt. Dit is een dwarsbed en dit werkt net hetzelfde als bij die andere. Ja, we kunnen het er even uittrekken om te laten zien. Ja hoor, kleine moeite. Even eruit gooien. Zo. Nee, het is, werkt hetzelfde als bij de andere. Dus het is eigenlijk inderdaad de lattenbodem uitschuiven. En twee matrassen voor elkaar. En overdag heel veel ruimte en 's avonds een lekker bed. Ja. En met dat uitzicht daar, wat je in heel veel vanlife Instagram... ja, zeker. Zeer Instagrammable. Ja, absoluut. Gaan we even achterkijken. Ja, bij mij viel hierop, dat is wat, hier heb je trouwens de buitendouche, jongens. Dus je kunt hier, waarschijnlijk heb je ook wel een gordijntje ervoor. Wat me hier opviel, en dat valt me ook binnenin op, hier ook weer. Het is allemaal ook weer gewoon super degelijk materiaal. Hier staan de AGM-accu's, daar zit de boiler. Het is echt keurig verwerkt. Dan hebben we nog wat ruimte. Kijk eens, hier zit waarschijnlijk de omvormer dan, denk ik. Ja hoor, kijk eens. Multiplus 1200, eigenlijk dezelfde installatie als in die andere. En hier zie je ook het zonnepaneel. Oh, dat is een Orion, dat is geen zonnepaneel. Ja, nee, dat is de stabilisator. Is ja. Er zitten twee zonnepanelen op, dus een grotere zonneregelaar. Ja. Ja. En alles ligt op viltjes. Met een beetje klittenband om te zorgen dat het niet gaat rammelen. Dat zijn de details en die tellen. Want als je met zo'n camper gaat rondrijden en camper wil nou eenmaal nog wel eens rammelen, want er ligt al genoeg los in. Zeker. Dan moet hetgene wat jij erin gezet hebt wel vastzitten. En stopcontact hier? Ja, voor de elektrische fietsen of de andere gear en de watermeter die hebben we achterin gebouwd. Ja. Als je aan het vullen bent, dan leek ons het ideaal om dan ook dicht bij de knop te zitten. Want je hebt aan die kant de tank en daar zit ook de vuldop. De vuldop zit hier en de watertank zit in het laatste. Oké. Ja. Dus daar kun je ook nog bij om schoon te maken? Zeker, ja. En afvalwatertank hangt buiten? Die hangt eronder en daar zit gewoon een aftapkraantje onder waar je hem af kan laten lopen. Ja, want dat is het andere. Je kunt deze wagens dus laten bouwen in een gloednieuwe Sprinter of Volkswagen Crafter. Maar als je bij de Broekhuis huisdealers een hele goede gebruikte Sprinter of Crafter ziet, dan kun je die daar ook voor laten gebruiken. Zeker. En dat kan je zomaar €10.000 op de eindprijs of misschien wel meer schelen als het een... Als het een lekker jong gebruikte wagen is, dan scheelt dat gewoon veel geld. Want uiteindelijk, toch nog steeds de meeste camperaars rijden niet meer dan zo'n 15.000 kilometer per jaar. En dan koop je zo'n wagen die makkelijk 3,5 ton kan rijden of een half miljoen kilometer zelfs. Ja. En dan ga je nooit rijden met een camper. Zeker niet. En we hebben natuurlijk in Nederland ook nog het mooie fenomeen van de BPM. Ja. Dus dat brengt nog het bijkomstige voordeel dat op een jong gebruikte daar al wat van afgeschreven is. Ja. Als je dus een wagen van een jaar of anderhalf jaar hebt, of misschien 2 jaar, dan is een heel groot gedeelte van de BPM is al weg. Ja. En dat is op zo'n Sprinter circa €18.000 BPM. Ja. Ja. Dus als daar de helft van weg is, dan scheelt dat ook weer een hele bak geld. Ja. Mooi product. Hey Tom, en plannen voor de toekomst? Plannen voor de toekomst? We blijven niet stilzitten. Hè. We komen natuurlijk vanuit de situatie dat we natuurlijk maatwerkcampers bouwden. Dus onze gedachten blijven ook altijd bij het ontwikkelen van nieuwe plannen. Ja. Voorlopig willen we ons ook even richten op de Volkswagen en de Mercedes en de Ford als Leaf 2. Dus dit project waar je nu in bent gestapt, met Broekhuis, dat gaan we even op. Precies, daar gaan we eerst even zorgen dat we dat echt helemaal goed op orde hebben inderdaad. En dan natuurlijk hebben we alweer heel veel hersenspinsels voor de toekomst, waarvan we denken, oké, wat gebeurt er met elektrische aandrijflijnen? Ja. Wat gaat er gebeuren met het kenteken? Gaan we nog naar een 4100 op B-rijbewijs? Ja. Of gaan we naar, dus er zijn heel veel dingetjes die de markt natuurlijk ook die beweegt. Ja, want dat is trouwens nog een goede 4100 kilo. Want we hebben hier een 6 meter bus, 4x4. Deze is op 3500 kilo net te doen, hè? Klopt. Ja. Maar doen we hem 4x2, dat is dus 2 wagen gedreven, dan weegt hij 2800 kilo zoals die hier staat. Zeker, ja. En dat is ja, zelfs bij een fabrieksbus, 6,40 meter heb ik het dan wel over, ja, die zit toch al heel vaak op 3000 kilo. Ja. Dus ondanks al die degelijke materialen die je hebt gebruikt, heb je toch nog een goed gewicht weten te behalen. Ja, we hebben echt, echt gekeken van oké, we willen geen concessies doen aan de bouwkwaliteit. Hè. De mensen moeten na 3-4 jaar nog steeds de ervaring hebben dat ze een echte kwaliteitsproduct hebben. Met mooie materialen. Maar tegelijkertijd kun je op de plekken waar dat niet per se nodig is, en dat is ook weer de minimalistische manier van bouwen zoals we dat doen. Daar kun je best heel veel gewicht weer terug uithalen. Dus, ja. Hey, ik denk dat de laatste vraag toch wel weer een beetje richting het Nederlandse gebied gaat. Ja. Want wat kost zoiets nou ongeveer? Waar moet ik nou bij een 2 op rekenen? Stel je voor, laten we even uitgaan van het gunstigste geval. Een 2 jaar oude bus ongeveer en dan een inbouw. Ja. Dan komen we uit circa? Ongeveer rond een ton bij de Leaf 2. En bij de Leaf 4 moet je ongeveer rekenen dat als je een 1 à 2 jaar oude Sprinter of Crafter koopt, dat je rond de 110.000, 120.000 euro. En als je dus naar een nieuwe gaat, dan zit je zo'n 20.000, 25.000 euro gemiddeld hoog. En dan moet ik er wel bij zeggen dat we natuurlijk de uitstraling, hè, met dat roofrek wat hier ook op zit en die wielen, dat is wel iets waarvan we denken van, ja, dat past wel heel erg goed bij Leaf. Dus daar willen we eigenlijk ook heel graag aan dat vasthouden. Dus zoals dat deze hier staat. Dus dat zit er al in. Dus al die stoere dingen, die hangen er al aan. Zeker. En daar hoef je geen extra investering meer voor. Dus er zit een luifel aan. Er zit een luifel aan, er zitten zonnepanelen op. Er zit of een roofrek of een slaapheftak. Die is dan extra. Een hele elektrische installatie zit erin. Ja, die zit erin. Dus eigenlijk alles wat je hier ziet, dat is standaard. Een trap achterop als er een roofrek op zit. Ja. Dus dat zijn wel dingen die erbij in zitten. Want we willen niet dat, dat de klant concessies doet aan het aan en als die 404 is, zit een dikke BF Goodrich onder. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, dat is een heel compleet verhaal. Ja. Nou, ja, ik vond het leuk om even te kijken hier zo. Ja. En het is voor het eerst dat ik Leaf Campervans zie en ook zo goed heb kunnen bekijken. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Reageer even hieronder in de comments. Dan ga ik Tom even afscheid nemen. Bedankt Tom, graag voor je tijd en leuk dat ik even langs mocht komen. Ja, idem. En ja, laat me weten wat jullie ervan vinden, want dan, dat leest hij vast wel. Dat is even speciaal voor vandaag. Hebben ze hier een paar campers meegenomen en die worden niet hier gebouwd hoor, in deze locatie. Die worden op een andere locatie gebouwd. Om te laten zien hoe het er dan zeg maar uitziet als ze gebouwd worden. En hier kun je bijvoorbeeld ook goed zien ja, hoe die natte cel eruit ziet voordat die nat is. Maar ook wat voor materiaal ze gebruiken om die meubels te bouwen. Dat ziet er echt wel gedegen uit. En hier zie je al dat er iets opgedaan is zodat hier straks Armaflex achterkant. Hier zit al Armaflex. Dus de isolatie zie je. En die zit daar ook al. En dat is... ook nog behoorlijk dik trouwens. Nou, die moet hier dus ook nog omheen. En vervolgens zie je hier waar het bed opgebouwd is. Hier komen dan die bankjes in. En daar zit alle elektriciteit er al in. Maar nog niet aangesloten. Hoewel de bekabeling links en rechts wel ligt. En dat is een van de voordelen nu. Want zij bouwen eigenlijk dit spul allemaal prefab inmiddels. En dat is eigenlijk een van de weinige manieren om echt succesvol te zijn. Door niet alles speciaal te bouwen voor één klant. Maar gewoon... van tevoren zeg maar dingen klaar te hebben, zodat je in passend spul hebt wat altijd zo de garage of zo de auto in kan. Nou. En hier staat nog een bus waar nog helemaal niks in zit. Een gloednieuwe bus. 4x4. Ja, 4x4. Kijk. Achterwielaandrijving en voorwielaandrijving. Dik is dat hè, zo'n Mercedes nou. Hij is nu al weg hè? Dat zou ik ook wel willen hebben hoor. Dat vind ik wel echt heel gaaf. Op die manier wil ik ook wel Mercedes rijden. Oh, op een andere manier ook wel eigenlijk. En dat is het verhaal van Leaf Campers. En die Leaf Campers die staan bij vestigingen van Broekhuis. En Broekhuis is een autobedrijf en die hebben dus geïnvesteerd in Leaf Campers. En ik ben hier nu op de locatie van de Gelderse Campercentrale. Dat heet tegenwoordig Broekhuis Campers. En hier is hun vaste basis ook. Hier staan die Leaf Campers ook altijd opgesteld. Als je dat interessant vindt, dan moet je daar een keer een kijkje komen nemen. Nou, leuk dat je erbij was. Geef deze video, als je dit leuk vindt, even een duimpje. Laat even weten onder de video wat je van deze producten vindt. Dat leest Tom ook en dat vindt hij waarschijnlijk heel leuk om mee te lezen. En ja, bedankt voor het kijken, zei ik het al. En dan vergeet... Oh ja. Druk even op abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Vergeet dat belletje niet, want dan mis je de volgende video ook niet. En dan zie ik jullie weer bij de volgende.